Ja, dit was weer een typische Utrecht Ajax waar alles in zat, denk ik. Ja, ja, nou ja, penalty als je dat bedoelt. Maar gelukkig dat we die 2-1 maakten, dat we de laatste kwartier, 20 minuten, dat het nog wel echt een wedstrijd werd, zeg maar. En dat het nog spannend werd daardoor. Ja, dan hoop je natuurlijk dat je ballen nog erin pompt en dat je een keer geluk hebt dat hij goed valt. Ja, jammer genoeg gebeurde dat niet. Nee, want 70 minuten lang was eigenlijk wel echt de betere, volgens mij. Hoe kan het dan toch dat jullie in die 20 minuten, die laatste 20 minuten, nog een schepje erbovenop kunnen doen? Ja, ja goed, omdat je 2-1 maakt, weet je wel. Dus dat was denk ik een mooie aanval. Waar overtuiging zat. En dan zie je ook dat Ajax het gewoon ook daarin gewoon moeilijk krijgt. Ja, en dan is het een wedstrijd. Dan ga je vol 1 tegen 1 spelen overal over het hele veld. Ja, dan is het... Toen kon ook Dwels winnen, zeg maar. En dan is het hopen dat je een paar keer dat je goed valt. Maar dat was vandaag gewoon niet goed genoeg. Nou, hadden jullie misschien iets eerder ook opportunistisch moeten gaan spelen? Want dat, tegen Feyenoord in de beker heb je het ook geprobeerd. Toen werd die ook in één keer gevaarlijk. Had je misschien tegen Ajax iets eerder lef moeten tonen? Ja... Is dat nu makkelijk praten achteraf? Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk een plan, maar je kan niet natuurlijk vanaf minuut 1 1 tegen 1 gaan spelen. Dan word je uiteindelijk, denk ik, worden die ruimtes ook te groot op een gegeven moment. Het klopte gewoon niet goed genoeg natuurlijk. Zij hadden te makkelijk, konden zij denk ik, tussen onze linies komen. Toch wel veel doorkomen en... hetzelfde een beetje als zondag. Als donderdag, we hielden gewoon zelf te weinig de bal. Ik denk te weinig. Vandaag vond ik echt te weinig lef. Ook om van achteruit te voetballen, zeg maar. Ook de verdienste van Ajax, of lag het vooral aan jullie? Ja, kijk, zij doen het wel goed natuurlijk. Zij staan organisatorisch staan ze goed. Ze kunnen goed pressen. Maar ja, als je dan toch hoog in de handelingssnelheid zit, als je durft aan de bal te komen, dan... Dan kan je toch, denk ik, eronder uitkomen. Dus het is natuurlijk altijd twee kanten. Maar dat was denk ik vandaag gewoon niet goed genoeg. En als je dan tegen Ajax iets wil doen, dan moet dat wel gewoon beter in orde zijn.